Oh mijn god. Hoi, ik ben Monica en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik mijn haar knippen. Normaal gesproken zouden kapsen natuurlijk ons haar knippen, maar... Nou, en aangezien ik de komende paar weken toch geen mensen tegenkom, dacht ik, daar ga ik even gebruik van maken. Ik wil een soort van pony-achtig iets. Dit is trouwens mijn spiegel. Ik weet dat ik ook hierin kijk, want hierin ga ik zo mijn haar knippen en ik ga het niet zo... Dat werkt niet. Ik had vroeger een pony en dat stond zo cute. Wat trouwens allemaal vroeger was zo'n Dora-kapsel. Zo erg. Dat ga ik niet doen. Dat ben ik niet van plan in ieder geval. Ik hoop dat het er niet zo uit gaat zien. Ik heb al best wel veel video's gezien waarin mensen hun haar gingen knippen. Dus ik denk wel dat ik een soort van begrijp hoe het moet. Hoop ik. En wat heb ik volgens die video's nodig als ik mijn haar wil knippen? Een kam en een borst. Een borstel en een kam. Een schaar. En die haal ik uit een set van mijn vader. Een ringvinger erdoorheen. Je pink hier in en zo. Oh, dat is zo moeilijk. Oké. Okay. Iets om je haar naar achter te houden. En ik gebruik voor deze speldjes. Een föhn om je haar te stylen. Maar die heb ik nu even niet bij de hand. Die is in de badkamer. En water. Ja, we gaan beginnen. Oké, dus eerst ga ik mijn haar los doen. Ah, beautiful. Oké, ik heb mijn haar in een knot gedaan toen het nat was. Het is zo grappig. Oké, dit gaan we even borstelen. Voorzichtig aan de onderkant beginnen. Geef je eventjes een like. En nu gekke vormpjes. Rechte scheiding, middenscheiding. Volgens mij moet ik nu mijn haar in een driehoek maken. En dat doe je dan vanaf dat je een kam hier neerlegt op je hoofd. En dan vanaf waar het loskomt of zo, doe je je pony. Oké, dat is echt niet zoals ik het ga doen. Dat is veel te veel. Ik ga echt niet zo'n dikke pony doen. Dan word je echt boa. En dan nu, ja, ik kan echt niet praten zo. Haar vastzetten. Oeh, dit werkt. Oh my god, het werkt. Proberen het symmetrisch te maken. Oké. Ik denk dat het wel oké is. Ik heb het trouwens echt warm. Ik heb water. Nou, ik weet niet of ik het moet doen. Nou, waarom twijfel ik zo? Zo zie ik er zo tegen uit. Nee, ik ga het gewoon doen. Ik zit al zo heet over na te denken. Ik moet het gewoon doen, anders blijf ik erover nadenken. Tijd om te knippen. Ik kan niet wachten. Oh nee, wacht! Wacht! Ik moet natuurlijk plukjes overhouden. Dan voor het een van de zo'n recht. Pak wat plukjes eruit. En dat ze dan een beetje gelijk zijn of zo. Ja. Al maakt het uit dat het scheef is. Ik bedoel, we zien elkaar toch een paar weken niet. En dan ga je het knippen. Oh fuck, oké. Okay. Oh mijn god. Oh mijn god. Hier. Mijn haar is weg. Oké, guys. Het enige wat ik nu nog normaal eraan kan doen, is het normaal knippen. Gewoon nat maken, want I don't know wat dit gek gaat doen. Op zich, het gaat wel in die krul staan, dus daar ben ik wel blij mee. Nou, nu ga ik het gewoon korter knippen. Want ik wil het niet zo houden, obviously. Oh, één gekke haar hier. Joep.
Oh, nog meer gekke haren. Kijk of het een beetje rep. Kut, alles komt natuurlijk op mezelf. Waarom denk ik hier niet eerder over na? Oh my god. Het groeit wel weer aan. Nu gewoon zo erin knippen, zodat je een beetje een natural look krijgt. Kijk hoe scheef het is. Wat? Hier, wil je hem nu hebben? Hier is hij. Doe maar de deur open en dan... Kijk, ik zie. Daar. Nee, daar, bij je voeten. Lize, kijk eens. Hey, je gezicht! Gaat het? Nee. Oké, wil je de deur doen? Dankjewel, liefje. Oké, ik ga dit foto doorsturen naar mijn vriendin. Het gaat echt gek worden. Alles voor de video, alles voor de views. Hoe lekker gek, het maakt niet uit. Normaal, je bent al gek genoeg, want je bent normaal. Huh? Ja, ik ben een beetje in de war. Ik weet niet hoe ik verder moet. Want ik kan... Ik heb een snap. Oh, that looks so nice. Thank you, but I'm making it only worse. Ik heb mijn haar in de tussentijd korter geknipt en het is nu echt een pony. Ik weet nog niet wat ik ervan vind. Mijn ouders reageerden zo. Oh jezus, heb je haar geknipt? Nee! Oh nee! Wat ik nu ga doen is deze gekke plukjes normaal maken. Fancy. En dan zo heel zacht, zodat het steeds korter wordt. Ik zie het wel zitten. Ik moet alleen wel even uitvinden hoe je het moet stylen. Ik hoop dat je er wat van geleerd hebt. Misschien heb je geleerd dat je nu absoluut geen pony wil. Graag gedaan. Ik hoop dat je deze video een beetje leuk vond. Geef dan ook even een like als je dat nog niet gedaan had. Abonneer op mijn kanaal. Klik ook gelijk even op het belletje, want dan krijg je een notificatie als ik weer een nieuwe video heb geplaatst. Dat was het nu. En ik ga stofzuigen. Bye!